Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Vanuit het zuidwesten komen steeds meer wolkenvelden onze land binnengedreven. Maar in het noordoosten en oosten schijnt de zon nog flink. Het blijft vandaag wel gewoon overal droog. En de temperatuur zal vanmiddag uiteindelijk oplopen naar zo'n 20 tot lokaal 24 graden. Later vanmiddag dan komt vanuit het westen de zon er weer wat vaker bij. En dan vanavond uiteindelijk zal het op veel plaatsen gewoon helder zijn. Vanavond en vannacht. Dan is het wisselend bewolkt, de meeste wolkenvelden in het noorden van het land en dan daalt het de temperatuur naar zo'n graad of 14 à 15. In het zuidoosten van het land, daar liggen de minima zo rond de 16 graden. De wind die valt weg, waardoor in het zuidoosten misschien kans op een enkel mistbankje. Morgen wordt het dan op veel plaatsen zomers warm met temperaturen van 25 tot lokaal 29 graden. In de loop van de middag neemt de kans op een bui wel toe, met in het oosten van het land ook kans op een enkele lap onweer. Na het weekend dan is het op veel momenten droog. Misschien dat maandag in het noorden enkele bui valt. De temperatuur doet wel een stap terug, maar blijft aangenaam met zo'n 20 of 22 graden. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.